Zeker. Yo mensen, me en Fortkin hier. Vandaag weer een nieuwe video. Vandaag sta ik hier bij de Miljet, dus een heel groot vliegtuig. En wat we gaan doen, we gaan eindelijk een keer op vakantie. Ik ben hier met Yangnang de piloot. Hij staat ook in het pilootpak en wij hebben allemaal een mooi net wit pak aan. En waar gaan we heen, meneer de piloot? We gaan naar, waar willen jullie eigenlijk naartoe? Zullen we naar North Yankton gaan of zo? Ja, North Yankton lijkt mij wel leuk. Hé, hey, ik zie iemand voor me zitten. Wie is dat? Hallo, meneer. Ik kan niet. Het is toch meneer Nightspark? Ja. Hallo, meneer Nightspark. Wat is het? Zijn we klaar? Oh ja, we gaan opstijgen. Zo. Het is wel een beetje leeg vandaag in het vliegtuig. Het is niet zo heel druk. En de raampjes zijn ook wel een beetje erg klein. Dat is wel jammer. Ik kan niet zo heel goed uit het raam kijken. Maar ja, ik kan wel een beetje uit het voorste raam kijken. En ik zie meneer Nightspark met zijn headset op. En hebben we eigenlijk wel de koffers bij ons. Ik en mijn koffer zitten in het ruim. En die van jullie? Mijn ook. Ah, mooi. Nou, en achter ons zit helemaal niemand, dus we hebben eigenlijk zo het hele vliegtuig voor onszelf. En ik zie nu de hele mooie stad van Los Santos. En dit gaat wat worden. Lekker op vakantie. Ik heb er best zin in. Ik heb er zin in. Ja. Ook al is mijn zomervakantie net voorbij, maar ik dacht ik neem nog even vrij. Gewoon, ja. Het werd nu mooi weer eindelijk, dus ja, ik vond dat ik nog wel even vrij mocht. Even kijken hoor, uit het raam, de mooie zee. Je kan niet zo heel goed zien, maar ja. En daar zie je de stad nog gewoon. En het lege vliegtuig. Het is wel een beetje donker in het vliegtuig. Er is geen licht of zo. Ja, heel erg. De licht doet het helaas niet. Nou, dat is wel jammer. Licht doet het niet. Maar ja, joh. Het is nog steeds wel best licht door het daglicht. Dus, het is wel fijn dat we in de nacht weggaan. Dan komen we denk ik in de ochtend aan of zo. Hoe laat in de ochtend denkt u ongeveer? Ik denk ongeveer 4, 5 uur in de ochtend. Ah, dan kan ik ook nog even slapen. En dat is wel chill eigenlijk. Hebben jullie eigenlijk al een hotel gefixt? Ik wel. Oké, wow. Wow. Wat gebeurt er? Wat? De motor die. De motor? Wat keuren. Wat? Engine one damage. Stort me neer. Stort me nu neer. We proberen zo lang mogelijk te doen. Nee. Oh nee. Ik wil niet de zee in. Daar zijn haaien. In de zee zijn hier toch haaien? Zeg op, ben je van niet? Oh. Je zegt van niet, maar het is wel zo. Nee. Oh nee, ik haat haaien. Ik wil niet de zee in. Ik wil niet neerstorten. Oké, flaps. 80%. Wow. Flaps zijn 80%, oké. Wat? Ik snap helemaal niks van die taal. Oké, dit gaat niet goed. Nee. Oké. Oh, wat gebeurt er allemaal? Zo, dat wiebelt gek. Turbulentie of zo. Ja, we hebben ook een beetje last. Oké, ik vind het heel eng. Wat gebeurt er? We proberen zo lang mogelijk de lucht in te blijven met de dagtrein. Dat doen we zo in de piloot zelf, zeg maar. Dus we gaan het niet redden tot North Yankton. North Yankton is een groot tal, maar. Ik denk dat we. Nee, oh. Oké, we zitten heel dicht bij de zee. Heel dichtbij. Oh nee. Oké, ik zie de zee heel erg goed glinsteren. We zitten heel dichtbij. Oh nee. Oké, we proberen noodlanding te maken op een eiland. Noodlanding op een eiland?
Ik denk dat dat niet zo goed is. Ik denk dat dat niet gaat lukken. Oké, dit gaat niet goed. Hebben we parachutes bij ons? Volgens mij niet echt. Zijn we geland? Ja. Oké, ik ga eruit. Mag ik eruit? Iedereen zo snel mogelijk op vliegtuig te laten. Holy shit. Oké, daar waren we net op tijd uit. Maar nu zitten we op een eiland in the middle of nowhere. We hebben een huis hier. Een huis? Maar dan woont er zeker iemand. We hebben een briefbus. Dat ding staat omhoog. Betekent dat de post is gedeliverd? Een smil. Oh nee. Is hier iemand? Hallo? Oké, nee. Hallo? Hier ligt wel zo'n ding met bier erin of zo. Jij bent drinken. Jongens, ik zie daar een boot aankomen. Jongens, volgens mij is dat een politieboot. Hallo? Nee, Nightspark, dat is politie. Terugtrekken. Snel, stop. Oké, we gaan naar binnen. Weet je wat we doen? Iedereen in het huisje. Snel. Oké, ik kijk uit het raam. Ik zie niemand. Ik zie de politieboot ook niet meer. Waar is die politieboot? Help. Stil. Oh shit, daar is een politieagent. Stil. Oké, daar komt hij. Volgens mij zie ik hem. Oké. Hallo. Hallo meneer. Ik krijg een melding dat hier mensen zijn. Wat doen jullie hier? Nou. Ziet u die wrak daar? Ziet u die grote vliegtuig? We wouden op vakantie, maar... We kregen motorproblemen. Dit is de piloot. Ja, is verboden terrein. Verboden terrein, ja, maar wij moeten hier toch ook gewoon een noodlanding maken? Anders waren we dood. Ja. Anders waren we dood door de haaien. Ja. Ik moet u toch meenemen naar het bureau, want het bureau moet... Maar... Dat mag helemaal niet. Maar... Sorry meneer. Ja, dus we mogen ook geen noodlanding maken wat net aan goed ging. Ho, meneer, u staat in de fik. Meneer, u staat in brand. Kijk uit. Ja... Oké, sommige foutjes, maar komt u maar even mee. Ja, oké. Gaan we nu? Maar we hebben toch niks gedaan? We moesten wel een noodlanding maken. Dat moest gewoon, anders waren we dood. Het is hier namelijk heel gevaarlijk. Gevaarlijk, ja, maar de zee is ook gevaarlijk, want daar zitten haaien. Dus het was dit of de zee, met haaien. Ik ben gaan vallen, maar ik kom er mee naar dit. Ik ga hier zitten. Ik ga hier staan. Mag dat? Mag ik hier staan? Ja. Oké. Oké, jongens, daar gaan we dan. Ik heb hier niet zo'n goed gevoel bij. Oké, we zijn in het politiebureau. Meneer de agent, wat gaat er nu met ons gebeuren? Nou, ik neem u eerst even mee naar de foto afdrukplaats. Foto? Ja, maar we zitten hier gewoon voor niks eigenlijk. Ik bedoel, het was gewoon een noodlanding. Meneer, ik heb praten. Oké. Moet ik wel zeurs natuurlijk. Nou. Ja, sta ik zo goed? Ja, oké. Nou, dan mag de volgende. Even omdraaien, meneer. Meneer de piloot, volgens mij moet dat wel. Volgende. Ik ga wel. Wie is er nu? Oké, nu ga jij. Ja, perfect. Volgende. Ja, mooi. Oké. Nou, top. Wij gaan even met het korps gaan we even onderleggen. En jullie moeten toch in de cel, dus kom maar mee. Moeten we in de cel? Ja. Maar, moeten we ook, kunnen we niet gewoon een boete krijgen of zo? Van iets van €500? Ja, allemaal per persoon €500. Je kan heel veel versoppen. Je kan een nieuw auto. Ik ga lekker rustig lopen hoor. Nou, wie wil er hier? Ik ga niet
Ik kon de achterste, ik vind het niet leuk hier. Oké, ja. Hier. Met wie mag ik in de cel? Wie gaat er bij mij? Meneer. Ja, ik ga. Meneer de agent, wij gaan in deze. Want hier hebben we een stapelbed. Ik claim het bovenste bed. Ik wil boven. Oké. Ik kijk wel niet. Oké, maar we zitten gewoon in de cel voor helemaal niks. Gewoon echt totaal niks. Het was gewoon een noodlanding, meneer. Ja, dat was verboden terrein. Oh, de deur staat nog open. Je moet hem nog op slot zetten. Ja. Maar oké, mooi. Wachten. Ja, krijgen we nog een advocaat? Hé, meneer. Oké. Wc-papier stop. Ja, ik zal even een nieuwe halen. Ja, dan moet je het niet afvegen aan de muur hier, joh. Veeg die het hier af aan de muur. Meneer. Meneer, ik wil een andere celgenoot. Oké. Meneer, kijk, een heel remspoor aan de muur. Kijk, hier. Kijk. Echt vies. Meneer, ik wil een nieuwe cel. Ik wil hem niet meer mijn cel. Nee, ik wil een nieuwe cel. Ik wil geen ander cel, maatje. Ik wil gewoon mijn eigen cel. Oké. Stop deze vent lekker bij iemand anders. Hij veegt zijn kont af aan de muur. Kom mee. Weg jij. Oh, hij zit nog te poepen. Ja, kijk, daar ligt mijn afstrijd. Oh, het zit allemaal aan de muur aan het plafond. Ja. Hoe krijgt hij dat daar zo snel? Ik gooi mijn poep, oké. Oh, meneer, komt er nog iets als een schoonmaakster of zo? Die komt er zo meteen. De deur is open. Oké. Hij heeft een scheetje gelaten. Oh, godverdamme. Nou mensen, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Weet jij hoe wij hieruit moeten komen? Laat dat dan zeker even achter in de reacties. Vergeet niet te liken als je dat nog niet hebt gedaan. En ik zie opeens meneer de piloot hierachter. Ja, ik kan hier gewoon. Meneer de piloot, hoe bent u vrij? Oké. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken, te abonneren. En dan zie ik jullie hopelijk bij de volgende video.